Facton Energy is begonnen vanuit uh, een waarneming die ik deed vanuit zowel gebiedsontwikkelingen als vastgoedvraagstukken. Van, hey, die energietransitie is een enorme opgave daarbinnen. Die moeten wij als Facton omarmen. Ik merk dat die energiemarkt nog veel minder transparant is dan dat die vastgoedmarkt is. En die partijen spreken elkaar staal niet. Uh, dus wat er nodig is, is ik, transparantie, het goede gesprek tussen die partijen. Om te komen tot goede contractafspraken, goede risicoverdelingen. Uh, nou, zodanig dat ze wel bij elkaar komen. Er is één ding waar ik heel erg trots op ben. En dat is de manier waarop het team van Energy zich ontwikkelt. En we zitten vaak bij elkaar, maar er zit zo'n ontzettende drive van iedereen om letterlijk deze opgave op de kaart te zetten. Ook vanuit vakto. Ja, het is prachtig om die energie te zien. Mooi, mooi woord. Maar de energie te zien in het team om deze, deze opgave van de energietransitie echt een concrete stap verder te geven.